En dan neem ik jullie mee op mijn Valentijnsdag. Ja. Oh, dat is echt lief. Ja. Ja, kijk dan. Keihard. Maar ik dacht, het is wel eens mooi om te vertellen waarom ik van jou. Omdat je uiterlijk net zo mooi is als je innerlijk. Wat doe jij? En dan gaan we voor het eerst gewoon slapen bij de nieuwe woning. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag is een mooie dag. Want het is Valentijnsdag, 14 februari. En voor iedereen die dit kijkt en denkt... Daar heb ik toch zo helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen Valentijn. Of ik vind het te commercieel. Of ik heb wel een vriendin of een vriend. Maar ik doe er niks mee. Dat kan. Dat is geen enkel probleem. Maar nu heb ik eens even nalopen denken over de afgelopen jaren. En zoals jullie weten, als je langer de vlogs kijkt, zijn Marion en ik een stelletje die elkaar het hele jaar door leuke dingetjes geeft. Als we iets zien, denken we van, oh, dat vindt Marion heel erg tof. Marion die heeft dan, dit vindt Enzo heel erg tof. En we hebben natuurlijk ook een verjaardag waar we gewoon groots uitpakken en mooie cadeautjes kopen. We hebben kerst waarin we een moment hebben. Dus toen dacht ik van, oké, ik hoef niet extreem uit te pakken. Soms gaat het ook gewoon om het gebaar dat je er überhaupt aan denkt en dat je iets hebt voorbereid. Dus sowieso ga ik vanavond kaarsjes zetten in de badkamer en dan lekker muziekje erbij, filmpje kijken, romantisch, leuk, scoort altijd punten. We gaan verder niet naar een hotelletje of iets of wat dan ook. Ik weet wel dat iemand anders dat gaat doen, waarschijnlijk meerdere. Alle hotelboekingen misschien gereserveerd, ik heb geen idee. Maar dat ga ik niet doen. Ik heb wel hier 1, 2, 3, 4 cadeautjes en daar heb ik even inpakpapier voor nodig. En Marion is nu naar de fysio, dus dit is het perfecte moment om even de scooter te pakken, het dorp in te gaan en even inpakpapier te kopen. En dan neem ik jullie mee op mijn Valentijnsdag 2023, 14 februari. 4 cadeautjes. Ik ga sowieso, als ze straks thuis komt, ga ik haar meenemen voor de lunch. Dat weet ze ook nog niet. Dus ik denk wel dat ik een paar leuke dingetjes heb. Ik weet dat ze zelf ook een cadeautje heeft voor mij. En de afgelopen 2 jaar heb ik volgens mij met Valentijn niks aan Marion gegeven. En zij wel aan mij. Dus eigenlijk heb ik ook wat in te halen eigenlijk. Nou goed, Marion en ik zijn allebei niet helemaal van de Valentijn. Maar toch ga je er een beetje bij stilstaan en ga je stiekem toch wel iets verzinnen. En de afgelopen 2 jaar zouden we het niet vieren en Marion had het toch gedaan. Dus ja, nu heb ik zoiets van, weet je, nu ga ik stiekem gewoon wat dingetjes doen. Dus goed, snel op de scooter, naar het dorp, even inpakpapier halen. Oh ja, vergeet trouwens geen fruit te eten. Ik heb hier een lekker banaantje, die ga ik even lekker opsmikkelen op de scooter. Op, op. Wel natuurlijk even dat zwarte stukje eraf halen. Oeh. Maar voor de rest is hij super lekker. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Dames en heren, het is gelukt. Ik heb een tasje vol met inpakpapier. En als ik dan zo in het dorp ben, en ook al had ik cadeautjes, heb ik toch weer meer cadeautjes gehad. Ik kan het gewoon niet laten. Ik dacht ineens van, oh, dit is leuk, dat is leuk, maar dit is gaaf, maar dat is... Oh. Dus ik moest echt me inhouden, maar ik heb alsnog allemaal nieuwe dingen erbij gekocht. Ik kon het gewoon niet laten. Dus ik ga nu op de Valentijn scooter met Valentijns inpakpapier. Ga ik naar huis en ga ik de cadeautje inpakken. Trouwens, voor de cashière bij de HEMA hier, super lief. Die zei met een glimlach van, heb je serieus 3 rollen nodig voor Valentijn? Ik zei, ja, waarom lach je? Toen zei ze, nee, vind ik lief. Ik zei, ja, schattig toch? Dus, dankjewel dat je mijn vlogs kijkt, cashière van HEMA. Goed, we gaan er vandoor. Op naar huis. Het is geslaagd. Oh, ik ben zo ontzettend hyped, dames en heren. Ik ben echt zo hyped, omdat ik gewoon 100% zeker weet dat Myron geen flauw idee heeft. Ja, ze weet dat ik 1 cadeautje heb, maar niet dit. Heel nice. Oké, het meisje van de kassa die heeft 100% gelijk. Ik heb 2 rollen over. Zoveel cadeautjes. Ik heb wel veel cadeautjes, maar zoveel inpakpapier had ik niet nodig. Maar ik was gewoon bang dat ik tekort zou komen. Maar ik heb natuurlijk ook 2 cadeautjes laten inpakken. En deze 3 heb ik zelf gedaan. Dus ja, 1, 2, 3, 4, 5 cadeautjes. En dan heb ik nog iets anders. En dit vind ik eigenlijk wel heel spannend. Ik heb geen idee of dit daadwerkelijk zo leuk is als ik in gedachten had. Maar daar gaan we achter komen. Marion, Marion. Shit. Oh. Hi. Hallo. Die kijken. Oké, ik heb Marion meteen naar de badkamer gebonjourd. Die gaat sowieso even douchen, denk ik, na het sporten. Dus kunnen we deze nog even bekijken. Een beetje in het donker op mijn telefoon. Ik dacht, jij gaat even douchen of zo.
Oké. Okay. Zou je me niet lekker ruiken dan? Nou, het is ook niet dat je stinkt, maar je had fysio. Ik had lekkere training, hele zware training zelfs. Meen je? Ken je die skierg? Ja. Ik moest die 15 calorieën skierg en dan 15 burpees. 12 calorieën skierg, 12 burpees, 9 calorieën skierg, 9 burpees. Dat moest van Raymond. Ja, van wie anders? Gut, Raymond. Niemand bedenkt dat anders. Ik heb er niks meer aan vandaag. Nee, grapje. Nee, hoezo? Ik krijg meer energie omdat ik aan het trainen ben. Heb je zin in vandaag? Leuk gedaan, met hartje. Ja, speciaal voor jou aangetrokken Valentijn, hè? Cute. Heb je zin in vandaag? Omdat het Valentijnsdag is. Ja. Heb je wat leuks weer voorbereid? Ja, we gaan sowieso straks even lekker samen gezamenlijk lunchen. Leuk, gezellig. Ja? Ja. En ik heb nog wat andere dingetjes. Wat lief. Ja. Ik had niet verwacht dat je... Ja, je zei wel dat je iets gedaan had, maar ik wist niet wat. Blijf maar staan. Nog even geduld, mensen. Waarschijnlijk weer... Oh, die zijn echt leuk. Dat inpakpapier is echt cute. Ik ga die straks ook gebruiken, want ik moet mijn cadeautje nog inpakken. Oh, dat is echt lief. Wow, zoveel. Dat is voor vandaag. Ja, en wat dan? Voor morgen? Ik krijg er niks meer. Wow, dat is echt lief. Dus, we beginnen meteen met een cadeautje. Ja? Ja. Mag ik straks je inpakpapier ook gebruiken? Ik vind het zo leuk. Dus het is toch wel nice dat ik 3 rollen heb gehaald. Ja. Ik moet eigenlijk gewoon nog inpakken. Oké. Okay. Ik wist niet dat we nu meteen iets gingen doen. Ik dacht, ik heb nog even tijd om het in te pakken. Maar het ziet er heel leuk uit. Heel cute. Ja, toch? Ja, very cute. Heb je een voorkeur voor eentje? Sowieso zo'n hartjes. Ik doe de kleinste hartjes. Of wil je dat ik die pak eerst? Eigenlijk wel. Ja? Oeh, die is zwaar. Oké, ik neem deze wel. Maar, waar is je telefoon? Hier. Oké, pak die er even bij. Ja, open je camera en scan even de QR-code die erop zit. You have a message from Enzo. Wil je ook even... Hé schatje, ik sta in de winkel. Ik ben aan het shoppen. Dit is je cadeautje hier, deze. Voor jou. En veel plezier ermee. Ik hoop dat je het leuk vindt. Super lief. Schattig, wow, dat kan. Met zo'n QR-code. Ja, wist ik ook niet. Ik vond het ook geniaal. Echt leuk, wat lief. Wow, en ik kan er niet meer echt terughalen wanneer je dit cadeautje gehaald hebt. Oké, ik ga hem openmaken. Let me see. Hij is wel zwaar. Een luchtje of zo is dan... Ik kan maar bijna niet zo zwaar. Oeh, een kaars, of niet? Yes! Ik hou van kaarsen. Ja, mega kaars voor jou. Heel nice. Lekker. Goeie? Ja, hele goeie. Snowdrop. Mooi zo. Lekker. Dankjewel. Oké, dan mag je... Oh, een kusje geven. Ja. Oké, dan mag je die andere roze pakken. Oké. Nou, mooi moeten deze ook scannen? Ja. Heb je hier ook iets ingesproken? Daarom moest ik in volgorde doen. Oké, volgende boodschap. Hi schatje. Hey, heb je hebt één cadeautje opengemaakt. En nu wil je natuurlijk deze openmaken. Anders had je de code niet gescand. En dat mag, maar niet meteen. We moeten het een beetje verspreiden over de dag. Dat vind ik leuker. En ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan gaat vinden. Het is een beetje een gokje. Maar zet je wekker om 2:00 vanmiddag. En als de wekker afgaat, is dit cadeautje voor jou. Je mag pas om 2:00 openmaken. Bye. Oh, goed. Dan moet je de wekker zetten om 2:00. Oké, is goed. Wekkertje om 2:00. Hier zitten geen QR-codes op, toch? Nee. Als het daar ook allemaal... Deze mag je om 3:00 openmaken. 2:00. Maar dat duurt lang nog. Oké. Ja, dat is het voor nu. Leuk. De kaarsjes aansteken. Nou, we gaan even lekker douchen en dan gaan we even lekker lunchen, schat. Ik gaan we even brunchen, want ik heb ook nog niet ontbeten, jij ook niet. Nee. Dus dat is ontbijt en lunchen, nee. Ik heb alleen een banana gehad. Echt? Ik heb een banana gehad. Ja! Wow, joh, serieus? Ja, en ik eet nooit banana. Ik ook niet! Wat? Wat? Dit is zo bizar! Dit is echt zo ik bizar! Ik dacht dat ik moet iets eten. Maar... Ik ook! Wow, dat is echt bizar. Maar nou, ik ga er nu ook nog even iets inpakken, dan kan ik jou ook nu nog iets. Ja, ik ga. Die cadeautjes zitten veilig hier. Niet ouwe hoeren. Nee, ik ga naar de studio. Niet in de studio komen zonder kloppen en toestemming. Oké.
Ja? Maar ja, is goed. Ik ben over 5 minuten klaar. Oké. Okay. Ik ga alleen even afspoelen. Ja, ik heb het vanochtend ook al gedaan. Prima. Hé, hey, je hebt de panda. Wow, die is zo leuk. De panda. Leuk, hè? Die is echt fijn. Ik zag dit, ik dacht, hé, hey, daar kan ik iets aanhangen. Ja, echt leuk. Dat neem ik gewoon mee. Nou, je ziet er mooi uit. Ja? Ja, je bent gecamoufleerd. Ik heb geen broek aan. Oké, okay, wij gaan even lekker lunchen. Ja. Ik heb gereserveerd. Voelde je dat? Ja, statische schok. Ja. Ja, we zijn al tot elkaar getrokken. Maar dan heb ik eerst nog even wat anders. Oké. Gaan we even zitten hier aan de stoel. Schuif, maak maar even ruimte. Wat gebeurt er allemaal? Je krijgt als eerste dit. Bedankt, een euro. Die? Fijn, dan kan ik... Moet je vasthouden. Heb je een kraslot voor me? Ja, dus. Hebben jullie al gezien hoe groot dit is? Kijk hoe mega die munten zijn. Echt bizar. Oké. Okay. Ik hou van je, dat weet je. Ja. Maar ik dacht, het is wel eens mooi om te vertellen waarom ik van jou. Oké. Okay. Dus heb ik in totaal 24 redenen opgeschreven waarom ik van je hou. En weet je wat dit betekent? Te amo betekent ik hou van je. Ja. Omdat, perke. Dus ja, je mag nu 4 vakjes krassen. En dan om 2 uur weer. En dan mag je de wekker zetten om... Nee. Oké, nummer 4 doe ik dan. Oké, nummer 4 krassen. Wow, je hebt het zo... Huh? Huh? Hoe heb je dat gedaan? Moet je dit erop plakken? Oh, wat gek. Ik dacht, er staat al iets opgeschreven, maar... Dat heb ik zelf geschreven allemaal. Lief. Omdat je heel erg zorgzaam bent. Dat is lief. Volgende? Ja, mag je 4 in totaal. Even kijken, doen we 10. Omdat je altijd voor anderen klaar staat. Omdat je altijd voor anderen klaar staat. Heb je ook een negatief iets opgeschreven? Hoezo zou ik dat doen? Omdat je altijd de lichten aanlaat. Dat was wel leuk. Dat was wel een goede geweest. 2. Omdat je super leuke humor hebt. Ga je dat elke keer zo voorlezen? Omdat je super leuke humor hebt. Wel lief, dankjewel. Heel cute dit. En dan de 4e. Ja, dan doe ik gewoon zo, deze. Ah, omdat je uiterlijk net zo mooi is als je innerlijk. Dat is lief. Maar het gaat ook allemaal van jou hoor, dit. Dat heb je niet opgeschreven. Nee, ik heb toch iets minder gedaan dan jij. Zullen we lekker lunchen? Ja, is goed. Dan laten we deze hier en dan mag je die later verder krassen. Ja? Ja, is goed. Ga je zo. Ja? Met die schoenen. Nou, ik wil best andere schoenen aandoen als jij het zo'n probleem vindt, maar... Ja. Wauw, shit! Wauw, hoe zag ik die niet aankomen? Ga je zo. Hoe zag ik die niet aankomen? Wow, joh, ik reageerde zo serieus. Nou, dat is mijn Valentijnscadeautje voor jou. Wauw, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Oeh, ik zie heel veel kleuren al. Oké, okay, nice. Nice. Wat? Ik ken deze. Echt? Ja, die met die doorzichtbare. Oh, yo. Ja, kijk dan. Keihard. What? Ja, ik heb deze gezien. Ik wilde deze kopen. Ja? Ja, serieus. Ja, ik zag deze en ik dacht, dit is een Enzo-schoen. Dit moet ik halen. Dit is echt een Enzo-schoen. Ik heb serieus Dani een appje gestuurd of je deze in mijn maat wilt fixen. Echt? Ja. Oh, yo. Ja, echt bizar. Ja, ik hoop dat het een goede maat is. Ik heb dus Noël gevraagd welke maat hij heeft. Want we hebben deze ook voor hem gekocht. Tenminste, dezelfde soort. Super vet. En die had jij gepast in de winkel. En toen zei je, dit is mijn maat. Ja. Dus dan was het ook nog wel zo. Dat past ook gewoon bij het shirt wat ik aan heb. Precies, het kan er gewoon bij. Ik ga ze meteen aan doen. Ja, en aangezien je een beetje een skate-stijl hebt de laatste tijd, dit zijn ook wel echt van die beetje skateschoenen, toch? Ja, echt cool. En het is een beetje die Uno-vibe ook. Ja, klopt. Hoor, deze zijn echt vet. Ik ben benieuwd of ze ook lekker zitten. Oh, joh. Nee, joh. Je ziet gewoon mijn teentje in mijn schoen zitten. Het ziet er heel cool uit, hoor. Ja, dat is wel lachen, toch? Ja. Kijk, je ziet daar zo zijn sokken. Je ziet gewoon mijn tenen bewegen. Wat?
Ja, echt vet hoor. Nou, ik hoop ook inderdaad dat ze lekker zitten. Meestal moet je dit wel een beetje inlopen natuurlijk, maar... Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat ze ook heel vet zijn met die wijde broek die je nu hebt, die spijkerbroek. Cool hoor. Ja, heel nice. Geniaal. Echt geniaal. Wow, die Uno-schoenen staan ook daar. Ja, ja, zo ook van die gekke. Ja, dat is ook gewoon een beetje dezelfde kleuren. Super vet. Echt nice. Wow, die zag ik echt niet aankomen. Die zag ik echt niet aankomen. Alsjeblieft. Dankjewel, schatje. Wat ruikt lekker. Ik heb een luchtje opgedaan. Speciaal voor jou. Nice, nou laten we lekker gaan lunchen. Goed, ik hou deze stappers aan. Ja? Ja. Ik ben er super blij mee. Ik vind ze echt vet. Ik vind ze ook mooi. Heel cool. Echt heel cool. Wow, dat ik dat niet zag aankomen. What? Ik dacht al, wat is er mis met mijn schoenen, man? Zo mag ik die niet aan. Ik dacht, what? Super cool. Heel blij mee. We nemen meteen eventjes 4 eetkamerstoelen mee. En daar ben ik... Gezondheid. Jeetje, Mina. Zo, die was lekker, hè? Die was fijn, ja. En hier heb ik echt super veel zin in om vandaag eventjes te fixen. Dat zijn namelijk deze stoelen bij de... Oh, wil jij me misschien helpen? Zeker weten. Oké. Okay. Deze stoelen bij de werkkamer. Dit wordt echt super nice. En de reden... Oh, ga je het nu vertellen? Nee. Nee, ik heb ook gisteren gezegd dat er donderdag iets leuks gaat plaatsvinden, maar dat ik niet ga zeggen wat. Klopt. Over 2 dagen, dames en heren, wordt echt een super mooie bekendmaking gedaan. En dat krijgen jullie dan als eerste te horen en te zien via mijn socials en YouTube en noem alles maar op. Dus het wordt echt super, super tof. Dus we zijn nu bezig met voorbereidingen. Dus we zetten even de stoelen in de auto. Ik hoop dat het gaat passen. En dan gaan we die later, na de lunch, eventjes brengen naar de nieuwe woning. En dan zal ik jullie ook meteen eventjes wat nieuwe dingen laten zien. Oh, super nice. Ze zijn ook weer volop bezig vandaag bij de nieuwe woning. Dus dat wordt weer even een toertje. Super nice. Dames en heren, kijk eens eventjes wat wij hebben hier zo. Hoe fijn is dit? We hebben zelfs een koekje met een harpje gekregen. Oh, lief. Dat is fijn. En we hebben Skibbo. We zijn in 1 keer overgestapt naar de Skibbo, hè? Leuk, hè? Ja, dus jij mag beginnen. Is goed. En we gaan straks nog even wat eten bestellen. Maar hier beginnen we mee. Hoe fijn is dit? Zit er dan? Met mijn nieuwe schoentjes. Wat er ook gebeurt, blijf altijd doorspelen. Het gebeurt afmaken, man. Ja, nu weten we gewoon dat ik ben straks als we het eten op hebben. Nou goed, dit is wat we gaan eten. Heerlijke pancakes. Ik weet dat dat de favoriet van Maiwen is, dus ik dacht, dit is perfect. Heel nice. Ja, is bijna zover. Ja, dus we moeten nog heel even de tijd doden. Oh, nog 30 minuten en dan je tweede cadeautje. Yes. Hey. Hier heb je ook lampen. Ja, jij wil lampen hebben? Ja, dit is ook wel mooi hoor. Zo'n lamp ophangen. Of de touw. Een touwlamp. Dat is misschien ook wel vet erboven. Wat vind jij ervan? Ja, weet je wat ik ervan vind? Dat wij morgen met z'n drieën moeten gaan shoppen. Jij, Shona en ik. Want jij en Shona zijn een dreamteam als het aankomt op stijl. Op stijl. Op dingen inrichten. En ik ga dan gewoon mee. En ik zeg dan waarschijnlijk dat alles mooi is. Zo makkelijk ben ik. Schat, ik heb iets voor in de slaapkamer. Ik heb iets voor in de slaapkamer. Ja, man. Buurman en buurman. Huh? Ik zie je niet. Oh, huh? Wacht. Dit is hem. Ik dacht al, hè? Buurman en buurman. Ja, leuk. Wat heb je in je handen, schat? We gingen kijken voor de nieuwe woning, maar we gaan nu weg met allemaal cadeautjes voor andere mensen. Ja, ik heb 2 grote lijsten daar en 2 kleine lijsten. Ik heb ook even een aansteker gehaald voor de kaars natuurlijk. En ik heb 2 kleine posters en 2 grote posters. Maar al die posters hier eens bij, die grote. Ja, dat klopt wel. Kijk, je moet naar de breedte kijken zo. Oh ja. Zie je, dat klopt. Dit zijn inderdaad allemaal cadeautjes, maar echt zo ontzettend leuk. Ik zie dit hier staan en ik denk, ja, dit wil ik gewoon geven. Ik vind het sowieso superleuk om cadeautjes te geven. Dus dit is geniaal. Dus dit ga ik meteen vandaag in elkaar zetten. Meteen lijsten erbij. Boom, perfect. Dus binnenkort weer even lekker cadeautjes geven. Echt leuk. 3 minuten. Ongelooflijk. De hele tijd op de tijd kijken. Ik heb al een klein stukje opengemaakt. Echt niet. Oké, we zijn bij de nieuwe woning en eigenlijk konden we net zo goed 3 minuten blijven zitten. Maar ze heeft het cadeautje in het tasje zitten. Dus op zich kunnen we het ook overal doen. Komt goed. Zo. Ik ben weer even lekker naar de wc geweest. Binnen kan je ook naar de wc, maar ik weet niet. Oh, mijn kamer. Oh. Wow. Oh, ik zei ik heb mijn camera laten liggen in de wc, maar ik ben aan het filmen. Ja, wow. 2 uur. Ja? Ja, wekker gaat. Nice, nou laten we naar binnen gaan, want er komt dikke lawaai aan van zo'n schoonmaakapparaat. Zo, daar zijn we. Hé, hey, een deur. Wow, er zit een deur in inderdaad. Een nooddeur. Hé, hey, hallo. Ja, nee, dit is de einddeur. Dit is de deur zoals die wordt. We wilden graag een deur met spiegel. Dus kijk eens, tadaa. Nee, maar dit is wel echt fijn.
perfect. Ja, de reden dat deze deur erin zit, dat heeft alles te maken met wat we bekend gaan maken. Dus dit moest eventjes dicht zijn voor het geluid. Maar ik ga het even anders laten zien. Zijn jullie klaar voor, dames en heren? Zijn jullie klaar voor? 1, 2. Kijk eens even. Ook zo mooi met het licht wat erin schijnt. Wauw. Wauw. Zo, hij is veel groter dan je denkt. Gelukkig maar, schatje. Ja, op foto, toen ik een foto kreeg, dacht ik, die is best klein. Maar hij is eigenlijk echt wel fijn groot. Ook omdat je nog ruimte hebt aan de zijkant om te lopen. Precies dat. Dat is perfect. Nice, dit is perfect, ja. Ja, hè? Wauw, dit is lekker, hè? Oh, wacht, je cadeautjes, gast. Ja, ga ik even hier voor zitten. Ja, ik ga er ook even voor zitten, hoor. Heerlijk. Ja, die stoelen gaan we dan nu straks weer weghalen, want we hebben onze eigen stoelen meegenomen. Klopt. Oké, wat is dit? J'adore. Weet je wat dat betekent? Love you. Love you. Een geurtje. Heb je echt alle geurtjes getest daar? Ik heb... Nee, niet alles. Weet je hoeveel geurtjes ze hebben in zo'n geurtjeswinkel? Ja, je hebt gewoon gevraagd wat een goed geurtje. Ik had er 4 geroken en toen dacht ik, ik schiet niet echt heel veel op. Dus toen vroeg ik van, wat is nou echt een lekker geurtje fris? Ja. En toen kreeg ik eerst een hele zoete. En toen kreeg ik daarna iets minder zoete en toen deze. Nou. En wat ze zei, is dat dit het eerste geurtje ooit is die gemaakt is op waterbasis. Dus toen dacht ik, dat zijn van die dingen die je altijd wel leuk vindt. Best wel, ja. Wel een leuk flesje ook. Die ziet er fancy uit, toch? Ik heb nu al parfum op, dus als ik dat nu weer opspuit, is het nu nice, denk ik. Maar ik kan hier spuiten. Ja, zeker, om even te ruiken. Het is lekker, heel fruitig. Klopt. Fruitig. Ja, maar je bent ook een fruitig persoon. Wil je even een keer ruiken? Ja, want op lichaam ruikt het anders. Ja. Ja, dit vind ik echt lekker, hoor. Ja. Het is lekker, wc-frissen. Ik gaf je. Nee, dit is gewoon echt lekker. Ja, zeg lief, dankjewel. Lekker geurtje. Alsjeblieft. Dan kan je een beetje afwisselen, want ik heb altijd hetzelfde geurtje op. Klopt, dus dat is leuk, toch? Heel leuk, dankjewel. Heel lief. Nou, heb je nog 3 cadeautjes te gaan, plus de kraskaart. Zo, maar dit is wel echt mooi, hoor. Op zich, deze stoelen zijn ook wel nice. Ja, maar ik vind die kleur niet helemaal matchen, vind ik. Met het brengt wel lekker. Snap je wat ik bedoel? Breek zo lekker de week. Nee, ik vind die stoelen niet zo mooi bij deze tafel. Oké, dan gaan we nu even... jullie zien nu in ieder geval... Hij is helemaal niet zo zwaar. Nee, want het is een houten basis. Oh, echt? Ja, het is niet allemaal steen. Ik dacht dat hij helemaal van beton was. Nee joh, het is gewoon een houten basis en daar smeren ze dat overheen. Echt? Ja, is toch vet? Ja, dat is wel vet, maar ik dacht dat die beton was. Helaas. Deze stoelen gaan we dus even vervangen voor de stoelen die we in de auto hebben. Ja. Dus dan laten we eens even kijken wat voor verandering dat gaat geven. En hierboven moeten we dus nog een lamp voor zoeken. Ja, klopt. Een mooie lamp zo in het midden van die tafel. Maar dat gaan we morgen doen. En we moeten gewoon wat accessoires hebben. Iets wat je nog op tafel kan zetten, maar ook daarachter. Zeepjes, leuke zeepjes of zo. En ik dacht hier of hier een hele grote plant. Ja, dat vind ik een hele leuke. In de hoek ergens. Ja. Ja, dat kan ook wel bij, toch? Kan. Planten. Ja. Ja, dat is gewoon een beetje opvulling ook voor het geluid. Precies. Goeie hoor. Mooi. Leuk. Hoi. Ja, dus nu is het echt een tafel geworden voor in 1 keer 6 stoelen. Ja, perfect. We hebben nog even 2 stoelen bij ons thuis gelaten, omdat anders hebben we thuis geen stoelen. Ja, klopt. We hebben in totaal al 6 stoelen en als we die hier meteen neerzetten, dan hebben we thuis niks. Ja, maar dit is nice. Dit ziet er mooi uit, hoor. Het ziet echt mooi uit, want dit en die zijn weer bijna dezelfde kleur. Ja, klopt. Het is een beetje hetzelfde stofje. Ja, kijk dan. Dat is echt bijna dezelfde kleur, dus dat is prima. Nice, hoor. Dit is mooi. Dit is echt clean. Wow! Ja, dat is ook gebouwd. Zo! Mooi, hè? En deze ook. Huh, dat had ik nog helemaal niet gezien. Je had hem vast. Echt? Nee, volgens mij.
mij niet hoor, volgens mij had ik hem niet vast. Ja. Wow, dat is clean, hé. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Alleen hij zei, je moet dit er even opladen, want je gaat nog verhuizen en dan beschadigt het niet. Ja, dat is wel een slimme tip, ja. Maar boven ook, hè? Ja, boven beter. Wow, dat is echt nice. Zo, oh, ja. Dat ziet er clean uit. Ja, bij die spotjes zo. Jeetje, dit is zo. Dit ziet er echt clean uit, hoor. Echt mooi, hè? En bij jouw bed ook weer. Wat? Ja. Wow. Dit is echt perfect. Het is echt nice. Wow, dit met dat hek hier zo. Ja. Wow, dat is... Wow. En het bed, dat is echt perfect gewoon. Wow, dit is echt heel vet. Dit is ook echt heel vet. Hier, hè? Nu kan je ook gewoon niet meer in dat gat vallen. Klopt. Zo, dit is echt mooi gedaan, ja. Fijn, hè? Echt fijn. Ja. Wow, super clean. Jeetje, Mina. Heel clean. Even een beetje sprakeloos, hoor. Ja, maar dat ook. Ziet er ook al mooi uit, moet ik zeggen. Zo, kijk dan. Ze zijn net weg van puurvloeren. Check hoe dit eruit ziet. Wow. Ze hebben het vloertje... Zo, dat ziet er meteen weer zo anders uit. Yep, ze hebben het vloertje gelegd. Zo, die komen morgen en overmorgen nog langs. Nou, dit is de eerste laag eigenlijk nog maar. Ja, het wordt uiteindelijk nog anders. Ja, maar die kleur klopt eigenlijk wel al. Klopt. Ja, dit wordt echt super nice. Maar dit is morgen en overmorgen af. En dan daarna is weer een droogtijd. 25e mag het bad erop gezet worden. Ja, dat wordt zo clean. Ik heb even een dingetje. Weet je wat ik in de planning had? Nou? Ik ga maar even op bed zitten. Weet je wat ik dus heel graag wou, maar nu doen we het even in overleg. Ik wou dus vanavond hier alles zo lief neerzetten, kaarsjes en zo. En dan dekens meenemen en dan hier voor het eerst slapen. Ah, op Valentijnsdag. Op Valentijnsdag. Oh, maar je hebt nu wel die geur. Dat wil ik dus net zeggen. Maar ik hoop dat het mee zou vallen. Maar nu we hier zijn, denk ik wel van... Maar het kan wel zijn als het straks... Kijk, het wordt al bijna droog. Ja, het is nu nog zeg maar nat helemaal. Ja, maar hoe leuk zou dat zijn? Ja, dat zal wel superleuk zijn, tuurlijk. We hebben alleen geen raamdecoratie. Dus we worden wel gewoon echt door de zonsopgang worden we wakker. Maar dat is juist wel leuk. Ja, ik zeg dat we gewoon doen. We hebben gewoon gezellig kaarsjes mee, dacht ik. Want we kunnen naar de wc. Zeker. We kunnen tanden poetsen, want we hebben gewoon water en hebben we genoeg. Zeker. Ja, een nieuwe kaars. Dat is toch leuk? Ja, tuurlijk. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon doen. Tuurlijk. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Is alleen maar gezellig. En nu is niet de verrassing verpest, hè? Nee, zeker niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Laten we hier vanavond gewoon gaan slapen. Je ziet hier inderdaad dat het nog een beetje nat is. Alleen daar verderop, bij het raam, is het wel een beetje droog. Ja, daar ook al helemaal droog. Dus ja, misschien valt het wel mee. Maar die geur is natuurlijk... Jullie kunnen het niet ruiken, maar die geur is best wel heftig. Ja, we moeten even een raam openzetten. Denk ik ook. Zou jij ook een raam openzetten? Oh, ik wou net zeggen, wat doe je? Kan niet. Dit zijn wel echt wel mooie updates hoor. Ja. Dit is heel fijn. Let's go. Love it. Kijk dames en heren. Hoppakee. We zijn in het Walhalla van plantjes. Zo mooi sommige planten. Hoe kan dat ook allemaal hè? Het is moeder natuur. It's beautiful. Ik heb tot nu toe een favoriet. Ik weet niet wat voor plant het is. Maar deze is wel echt super mooi hè. We kunnen ook die doen. Dat is zo'n monstera. Die hebben wij. Een monstera. Ik vind deze tot nu toe het mooist. Ook met die super grote bladen. Heel gaaf. Die is mooi omdat die zo hoog is. Klopt. Deze gaat meer in de breedte. Dat is misschien iets minder mooi. We moeten hem hoger hebben. Ja, ik vind die tot nu toe echt mijn favoriet. Die daar. Maar ik denk dat het ook wel goed is om even iemand te vragen welke plant het meest onderhoudsvriendelijk is. Dat je niet om de 2 dagen water moet geven. Ja, dat is wel een beetje mijn planten zo natuurlijk. Nee, je hebt bijvoorbeeld cactussen die je echt maar 1 keer in de 2 weken... Ja, maar die zijn wel heel erg extreem. Maar ook die hebben verzorging nodig. Deze... is echt gaaf. Die is vet, ja. Trrr. Dit is de Zamioculcus zensi. Ja, met 1 keer in de 2 weken water staat erop. Maar deze echt clean. 2 planten hebben we al in 30 minuten. Het is een record. Ik vind het ook gewoon leuk, schat. Ik vind het echt leuk dat we op Valentijnsdag hier zijn. Ja, dat is toch? Ja. Deze, dit wordt hem. Ja. Toch, we kunnen nog kiezen die of die. Ik denk rechts. Ja, je denkt die. Die is natuurlijk iets cleaner, hè? Ja, die heeft iets minder kapotte bladeren. Ja, als we deze nemen... Kijk dan. Oh, heel ja, deze mooi. Is vet, hè? Nou, in het mandje. Maar daar moeten we ook nog een pot voor hebben dan, hè? Het liefst een zwarte, maar dat moet echt een grote zijn. Deze is echt gaaf. Als je deze in zo'n mooie pot hebt op de grond. Ja. De kamer die we net aan jullie hebben laten zien. Ja, is prachtig. Die is gewoon groter dan jij. Ja, dat is echt ziek. Ja, die is echt mooi. Is groter dan 2 meter, joh. We moeten wel even van die ballen halen die je er dan in doet in de grond. Zodat die al automatisch water krijgt. Hé, en die dan? Die pot daar zo. Wat vind je daarvan? Die vind ik mooi. Ik vind deze ook wel mooi, denk ik. Ja, die vind ik ook wel mooi. Zal ik die eens proberen? Ja.
Die moeten we zo omkopen. Ja, maar dat is prima. Dat is goed. Oeh, je gaat me niet uitkopen, beter. Dat past perfect. Deze is mooi. Deze is echt mooi. Deze is echt mooi. Ja, ik vind het er ook wel bij passen. Ja. En dat bruine wat hierin zit past ook weer bij dat minimalistische wat we in de kamer hebben. We hebben hem. Ik denk het ook. We hebben hem. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Love it. Kijk eens even. Oh, auw. Ik heb nog een stukje cactus in mijn hand, denk ik. Kijk, je kan hier op dat kaartje kijken. Deze plant moet wel echt 1 keer per week, dat zie je hier, water. En die andere? 2 keer per week. Wow, dat is vaak, hè? Ja, dan kan je zo'n balletje erin. Ja, klopt. Dat is wel waar. En deze? 1 keer per week. Nice. De ene plant die we eerst hadden, moest 1 keer in de 2 weken. Dat is wel chiller, eigenlijk. Maar goed. Prima. Een beetje verzorging. Ja, die is echt heel mooi. Ja, hij is echt heel mooi. Wauw, ik ook. Ja. Jeetje, Mina, wij zijn echt goed geslaagd. Zeker. We hebben gewoon 2 van die megaplanten gekocht. Eentje voor nu in mijn studio thuis. En eentje voor in de kamer dus waar we net waren. En die andere 2 ook. Oh nee, eentje is ook nog een hangplant voor mijn studio waar ik nu in zit. Ja, hier ben ik echt mega blij mee. Dit is zo nice. Sorry, ik zal hem open doen. Ik zag je trekken aan die deur. Ja, ik heb echt een stukje cactus in mijn hand. Oh, dat is echt naar. En ik zie hem ook, maar... Ja, cactus is gevaarlijk. Echt hoor. We hebben hem ook niet gekocht. Hij stak mij. Welkom in de jungle. Echt hoor. Wow, die bladeren zijn ook groot. Super mooi hè. Echt heel mooi. Hallo. Ja, je moet altijd praten tegen je planten. Hallo plantjes. Welkom. Jullie gaan met ons mee. We hebben een hele mooie plek voor jullie plantjes. Ja. Jullie gaan lekker groeien. Wij gaan lekker groeien. Nou, gaan we weer richting de werkkamer. Gaan we even een beetje verder inrichten. Ze hadden alleen niet van die ballen. Dus die moeten we nog even bestellen dan misschien. Klopt, die ballen die je vult met water en die steek je dan in zo'n pot. En dan geeft die zeg maar een soort van automatisch water. Ja. Echt leuk hoor. Spannend wel hoor. Zo oh, rijden. Echt sick. Echt mega. Jij kriebelt. Dat gaat zoveel sfeer geven aan die ruimte. Ja, 100%. Nou, let op. Daar gaat hij hoor. Dus ja. De ruit is in ieder geval makkelijker dan erin. Ja. Hoppakee. Denk binnenzetten. Zo benieuwd? Ik ook. Komt u maar, meneer. Met uw mooie plant. Hé hey, joh. Ja, ik denk in die hoek inderdaad. Oh, wow. Wow, wow, wow. I love it. Very much. Zo, dit is echt mooi, hè? Dit is echt prachtig. Holy moly. Holy moly. Nice. Ik ga die kleine plantje even pakken voor daar. Ja, dat is we hebben nu nog maar eentje, toch? Ja, ja, we hadden 2 planten voor hier. Very nice. Hoppakee, even ompoten. Eerst even wat potgrond op de bodem en dan gaan we hem even lekker erin stoppen. Ja, toch? Ja. Dat moet ik even zo. Nee, hoppakee. Ja. Ik moet denken aan Harry Potter meteen, aan die planten die je dan zo... Die je dan zo vastpakt, ja. Zo. Goede vingers, hè? Precies, en dan moet je die ook een beetje zo eraf halen. Dat aarde van deze. Een beetje losbrengen. Nou, zo is wel goed, hoor. Is meer dan genoeg. Nee, dat kan ook wel daarin. Wat doe jij allemaal? Oh, dat moet toch even een beetje eraf schudden? Ja, ik kan ook een beetje graaien, toch? Kietelen. Ja, zo is wel goed. En dan moet je hem wel echt even helemaal erin porren. Als het nog gaat met zoveel. Er moet zelfs meer bij. Goed hoor. Toppie, hè? Maar hij hoeft niet helemaal aangestampt te worden volgens mij hoor. Moet wel een beetje luchtig, gewoon zo inderdaad. Volgens mij is het wel goed. Dan moeten we even meteen water erbij gooien. Nou, dat heb je goed gedaan, schat. Kijk eens. Er zullen vast mensen zijn die hier iets nog op aan te merken hebben. Maar ik vind dat je het goed gedaan hebt. Zo. Ja, ik weet niet hoe dit normaal gaat. Ja, dat is toch prima? Ja, ik denk het ook. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Had niet beter gekund. Dat is toch super mooi. Ja, heb je echt goed gedaan. Zijkantje allemaal schoon. Ja, dat is toch mooi. Dit is super gaaf. Ja. Ja, echt heel erg mooi. Clean. Super clean. Ja. Nou, meteen even onder de kraan nog. Even water geven. De plant? Ja. Hij heeft wel wat water verdiend, toch? En jij ook. Oh. Wat doe jij? Goed straaltje. Ja, want het is onhandig met die plant eronder. Oh, oké.
Ja, had dorst. We zuigen het meteen op. Prima, toch? Ja, super. Moet er nog meer bij? Beetje. Nog één. Ja, super. Nu heeft hij genoeg gehad. Maar die moet eigenlijk ook, ja. Zijn er meer mensen die zo hun planten water geven? Deze moet wel eens vaker. Deze moet 5 keer, denk ik. Zo, klaar? Nou, dit is toch mooi. Kijk even hoe dit eruit ziet zo. Dit is echt perfect. Echt prachtig. En nog steeds niet helemaal af, maar we zijn wel weer een heel stuk verder. Ja, precies. Er moet sowieso nog raamdecoratie komen, maar dat gaan we voor donderdag niet meer fixen. Klopt, en daar komt nog een tv waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dat gaan we voor 2 dagen niet fixen inderdaad. Nee. Maar hier kunnen we het wel even mee doen een tijdje. Zeker weten. Yes! Kijk eens aan, het is best wel groot. Wow, ik weet al wat het is. Nieuw toetsenbord! Wow, ja! Oh, die is wel heel mooi. Die is gewoon in dezelfde lijn als die. Cool, hè? Heel vet. Dan moeten we straks toch even testen. Ja, het is wel mooi. Dat wit is heel nice. Ja, gewoon helemaal in wit. Ja. Damn. Moonlight white. Vet hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, schatje. Mag je weer, sorry voor alle kusjes in deze vlog. Dat is echt heel extreem. Ja, maar ja, je moet toch wel zeggen dat je bedankt als je een cadeautje krijgt. Ja, maar daar hoef je niet per se een kus bij. Maar is wel fijn. Nou, mag je er weer 2 doen? Welke ga je nu doen? Welke denk je? Als je het patroon ziet. Ja, ik ga aftellen en dan zeggen we het getal tegelijk. 3, 2, 1, 18. Ja, dacht ik al. Vind je het leuk om te krassen? Mm-hmm. Geniaal dit. Oeh, omdat je lekkere ontbijtjes voor me maakt. Oelala, lekker. Ja, daarom hou ik toch wel iets meer nog fijn. Is dat zo? Ja. Ik vind het ook gewoon leuk om ontbijtjes te maken. En ik moet toch ontbijt voor mezelf maken, dus waarom dan niet bij jou? Ja. Oh, dat was weer een kusje, sorry. 20. Nummer 20. Omdat je ook, oké, serieuze. Omdat we ook. Oh, we. Ook serieuze gesprekken kunnen hebben. Is wel zo. Ja, zeker. Waarom wou je lachen? Is het gewoon een serieus onderwerp dit? Ja, sorry. Nou, is wel zo. Ja, zeker weten. Wij kunnen ook gewoon serieuze gesprekken houden en dat is mooi. Nou, dan is het tijd voor je laatste cadeautje. Mm-hmm. Nou, en daar stond de camera dus de hele tijd op. Dus nu even uit de hand filmen. Alsjeblieft. Ik denk dat ik weet wat het is. Ik denk dat jij gewoon even je mond moet houden en hem moet uitpakken. Ik weet ook zeker dat jij zeker weet dat het is dat je denkt dat het is. Het begint met een M, hè? Hoppa, zelfde lijn, ook een muis. Nieuwe setup. Nieuwe gaming setup voor de Gamer Girl. Wow. Ja, ik vind het wel heel vet. Die witte kleur is wel echt mooi. Ja, alles in het wit. Nooit eten achter de computer. Nee, dat sowieso niet. Nee, dat heb ik van jou geleerd, hè? Ja, überhaupt al niet. Niet bij toetsenbordjes chipjes eten. Nee, ik kan zo slecht tegen een vettig toetsenbord van vettig muis. Dus bij mijn setup gewoon, kom niet eten. Kom niet eten bij mij. Kom niet eten bij mij. Wil jij dan nu ook je cadeautje hebben? Nee, je mag nog 2 krassen. Oh. En dan mag je de rest vanavond verder krassen. Oké. Ja? Omdat je altijd interesse toont. Ja. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, dat vind ik echt lief. Dat is wel fijn. Ja. Dat is ook best belangrijk als jij iets tegen mij vertelt en ik zit ergens op mijn boeien. Ja, nee, dat is zeker. Dus wil ik je voor bedanken. Omdat je goed kan. Wat komt er? Zoenen. Ik dacht goed kan koken, serieus. Omdat je goed kan koken. Nee, je goed kan zoenen. Oeh. Oeh. Daar zit die camera maar uit dan. Oké, na dat zoenen is het tijd voor jouw cadeautje. Ja. Het is wel echt cute hoor, met dat shirtje en dat hartje zo op dat inpakpapier. Het is echt perfect. Oké, gaat ie.
Oh, dit is nice. Wauw, dit is wel echt weer zo typisch jij. Zo scherp. Want deze die wilde ik hebben toen we laatst in het shoppen waren in Utrecht. Mm-hmm. Alleen die hadden ze niet in mijn maat. Nee. Dus toen dacht jij meteen... Goed cadeautje. Wauw, ja. Ik bestel hem online. Ja. Wauw, so nice. Ja. Ja, die wilde ik graag hebben. Maar ze hadden alleen nog S, M en L. En ik had XL nodig. Wauw, dat is perfect. Nou, droe hem eens aan. Droe hem eens aan. Dit is echt perfect. Heel leuk. Ja, deze is nice. Mooi. I like it. I like you. Ja, deze is echt chill. Super relaxed. Perfecte maat zo. Ja, toch? Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Dankjewel, super lief. Mwah. Super lief. Waren de cadeautjes. Wat wil je? Filmpje kijken of Harry Potter spelen? Wel filmpje kijken, denk ik. Ja, dat dacht ik ook, hè. Daar heb ik ook wel meer zin in. Gewoon even chill. Ja. Ja, jij hebt heel weinig geslapen ook. Dus ik denk dat het wel goed is om even te chillen samen. Oh ja, voor jouw film kijken, mij slapen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik val altijd zo snel in slaap als we film kijken, dat is echt niet normaal. Maar goed, dan pakken we even lekker een gemberteetje. En dan gaan we onze kontjes verplaatsen naar de chillruimte hier zo. Dan gaan we even lekker film kijken. Maar goed, we hebben nog 2, 4, 6, 8, 10, nog 12 te gaan hoor, van dit. Nog 12 te gaan. Daar zijn we, dames en heren. Marvin die doet het hek even open. En dan gaan we voor het eerst gewoon slapen bij de nieuwe woning. Het is nog helemaal niet af natuurlijk. Maar ja, Marvin die wilde het al zo lang zo graag eigenlijk. En niet dat ze het eerder had gezegd. Maar ze zei wel, eigenlijk zodra het kan wil ik het meteen doen. Ja, nu is het bed in elkaar sinds een paar dagen. Dus eigenlijk zou je zeggen, nu kan het. Dus, daar zijn we. Gaan we lekker slapen hier. We hebben wat eten en we hebben wat drinken gehaald. Dus om nog even lekker te snacken als we straks een... filmpje aan gaan zetten. Want we hebben zo net thuis hebben dus serie gekeken. Maar we dachten dat filmpje bewaren we voor vanavond. Maar check eens eventjes. Wauw. Dit is wel echt super fijn hoor. Dit is een vibe. Dit is echt een vibe. Kijk dan. Zo fijn. Heb toch weer bij. Nice. En de grote kaars mee. En de kleine kaarsjes. En de kleine vaccinelichtjes. En natuurlijk het kraslot, dames en heren. Daar hebben we ook nog wel de helft van te goed. Tijd om te krassen, schatje. Ja. Eurootje erbij. Ga je voor nummer 1? Ja. Wauw. Omdat je mijn soulmate bent. Lief. Daar wilde ik mee beginnen, maar je koos hem niet als eerst. Nee, maar ik heb de hout best verlaten. Ik ben benieuwd dat er op 24 staat. Toen was de inspiratie misschien een beetje op. Nou, dan ga je meemaken. Ga je naar nummer 3? Ja. Omdat je super knap bent. Ik praat de hele tijd zo, hè? Omdat je elke keer woord voor woord wegkrast. Ja, omdat je super knap bent. Jij ook. Deze video is zo klef. Oh ja, ik krijg gewoon last van mijn arm, joh, van te krassen. Ik heb vanochtend ook armen getraind. Hé, hey, was dit? Oh, ik dacht dat het... Ik zag een hartje, maar die zit overal. Ja. Omdat je een voorbeeld bent voor anderen. Hoe je dat zegt. Ik dacht dat je ging zetten omdat je een voorbeeld bent voor mij. Dat geloof ik niet. Voor anderen. Ja, precies. Dat is lief. Even kijken. Die vond ik even leuk om te maken. Omdat... Oh, deze is heel lief. Omdat mijn leven compleet is met jou. Mijn ook. Besef dat we hier nu zijn in een nieuwe woning. Fijn, hè? We kijken gewoon al 2 jaar naar uit. En eindelijk zijn we hier nu aan het slapen. Dat is wel echt leuk, hoor, dat we hier nu gaan slapen. Niet dat het dat nog meer compleet maakt. Maar het is wel echt fijn om echt helemaal zo ons eigen plekje te hebben. 100%. Omdat ik mezelf... Jeetje, kras hem eerst open en zeg dan wat er staat. Okay. Omdat ik mezelf... Omdat ik mezelf ben met jou. Gelukkig. Dat is mooier. Dat is wel fijn. Omdat... Hé, hey, daar is hij! Omdat je super goed kan koken. Ik wist dat hij ergens tussen zou staan. Moest wel, toch? Ik ga denken welke ik nog meer denk dat je hebt opgeschreven. Ik heb echt al veel opgeschreven, hé. Omdat je niet toe... Oh, omdat er niets toe doet. Zolang we samen zijn. Zo. Heb je dit allemaal zelf verzonnen of heb je ook op internet wat dingen gezocht? Ik heb zelf verzonnen. Echt? Ja. Dat is wel zo'n fijne quote. Niets doet er toe, zolang we samen zijn. Is wel zo, hè? Daarom zijn we elke dag samen. Ja.
Damn man, ze denken gewoon dat ik alles van internet heb gehad. Nee, maar had toch gekend dat je op een gegeven moment inspiratie kwijt was? Best veel. Ik heb wel inspiratie op internet gevonden, maar de meeste zijn wel uit mijn hoofd. Omdat je mooi bent. Hey, je bent aan het gapen. Ja, ik heb echt een inkakker opeens. Omdat je mooi bent, hè? Omdat je mooi bent, zelfs je slechte dagen. Dankjewel. Sowieso ben jij niet echt fan als ik te veel make-up op heb of zo. Juist heel natuurlijk, hè? Omdat ik gek ben op hoe gek jij bent. Zo, die heb je wel leuk bedacht. Ja, die vond ik echt leuk. Die is echt leuk. Ja, deze had er ook wat tussen moeten staan. Dat hoor ik ongeveer elke dag. Omdat je hele mooie billen hebt. Ja, die had ik misschien als eerste verwacht. Op nummer 1. Nog 2. Omdat je super sportief bent. Ja, dat klopt. We gaan ze straks nog allemaal wel een keertje oplezen. Of we moeten alles even goed krassen en dan... Nee, ik heb alles op een kladblokje en zet ik in de beschrijving. Zo. Kunnen alle vriendjes het volgend jaar kopiëren. Ja, echt hè. De allerlaatste, dames en heren. We hebben er 24 gehad in totaal. De allerlaatste is... Omdat je ook mijn beste vriend bent. Oh, dit is wel een leuke afsluiter. Ja, toch? Dat dacht ik ook. Dat is heel lief. Echt heel lief. Heel origineel cadeautje, schatje. Mooi, schat. Echt dat was lief. Je Valentijn. Ja, en die van jou ook. Dat was onze Valentijnsdag. Ja, dat was onze Valentijnsdag. Echt super lief. Heel creatief van jou. Je bent echt moe, hè? Ja, ik heb in één keer inkakker. Zo, jij gaat straks lekker slapen tijdens de film, denk ik. Ja, maar dit bed is ook niet normaal. Oh, het ligt zo echt lekker. Lekker, ja. Dat is echt fijn. Dus, dames en heren, we gaan eens even lekker in bedje liggen. Lekker, hè? Een lamp is uit, kaarslicht aan. Oh, dat is echt nice. Jij moet oppassen als je hier van het bed gaat, want hier... staan kaarsjes. Dus ja, ik doe eventjes de lichten uit. Kijk eens even. Yo, toch niet? Heel schattig zo. Ja. Nu al een beschadiging. Oh, mijn kop. Oh mijn god, we hebben al meteen de eerste beschadiging gemaakt. Dit is echt erg, we zijn een videootje aan het opnemen. Wat ik aan het doen was, is dat ik deed ietsje. En toen ging ik rechtop. En toen stond ik. En toen viel je. Toen viel ik met mijn reet op mijn camera. En omdat mijn camera hier stond, zit er nu een gat in de muur. Ja, gewoon 2. En dit krijg je misschien er wel af, maar... Maar hier zit gewoon echt een gat in de muur. Ja, die moet weer gestopt worden. Eerste avond. Ja, maar ja, we moeten het accepteren dat het gaat gebeuren natuurlijk. Ongelooflijk. Maar wel een leuke video. Ja. Het staat op beeld dat het gebeurde. Oei, oei. Nou goed, we gaan het nu echt even uitkleden waar we TikTok aan maken. Goed. Zo, dames en heren. Wij liggen lekker in bedje. Wij gaan slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Sorry voor al het kleffe gedoe. We houden ook van jullie. Morgen is geen Valentijnsdag meer, hè? Bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette.